ik sta hier naast Wouter van Mokka Door. Jullie hebben speciale koffie en thee. Dat heet Earth Koffie en Thee. Wat is hier bijzonder aan? Nou, het bijzondere is dat het een volledig MVO-concept is met biologische koffie. Volledig verantwoorde verpakking. En een hele leuke, met een leuk doel, want we doen een enorme afdracht zeg maar, aan waterprojecten in de hele wereld. En nou ja, dat is bijzonder. Dat is echt een onderscheidend iets wat heel erg geschikt is voor horeca. En zeker voor horeca die kwalitatieve koffie wil schenken en ook nog iets goeds wil doen in de wereld. Helpen jullie ook de koffieboeren of krijgen zij een eerlijke prijs? Nou, wij doen een afdracht zeg maar, met deze koffie naar Earth Concept. En daar hoort ook Earth Water hoort daarbij. En we hebben dus ook maandag hier op de Horecava Earth Thee geïntroduceerd. Wij doen niet alleen een afdracht zeg maar, aan Earth Concepts. We doen ook een afdracht aan de Mokka Door Foundation. En die doet een bijdrage in de verbetering van de leefomstandigheden van de koffieboer. Wat voor adviezen en tips heeft u voor de horecaondernemers? Nou, tip voor de horecaondernemer. Zorg ervoor dat je een onderscheidend concept hebt zeg maar, richting je gast. Zorg dat je iets bijzonders hebt, iets wat niet in de retail ligt. Het moet gewoon natuurlijk goed zijn en lekker zijn. Maar het moet ook iets bijzonders zijn wat hij ergens anders, zeker in retail niet, gaat krijgen. Nou, en als je dat doet en je doet dat ook nog gecombineerd met een glimlach zeg maar, naar je gast. Nou, dan zorg je ervoor dat die gast in ons geval nog een tweede kopje koffie gaat bestellen. Of een tweede kopje thee. Maar dat hij ook nog bij je terugkomt.